Hoi, en super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Naar aanleiding van mijn vlogs heb ik zoveel vragen gekregen over bruiswerk, over het maken van bruiswerk. Of ik niet wat meer wil laten zien hoe je dat doet. En dat ga ik vandaag in deze video doen. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. En blijf door voor alle leuke video's die ik maak. Alle gratis cursussen die ik geef, kan je allemaal gewoon gratis bekijken. Dus druk even op die abonneerknop en dan gaan we nu gauw aan de slag. Allereerst bruidswerk. Ik krijg er echt heel veel vragen over. Elke keer weer. Dat jullie graag misschien wel bruidswerk willen maken. Heb ik tips? Hoe maak je het? Hoe bind je het? Hoe werk je het af? Welke bloemen kan je gebruiken? Ga zo maar door. Heel veel vragen. Allereerst zijn er heel verschillende technieken om een bruidsboeket te maken. Je kan bijvoorbeeld, ook naast dat er heel veel verschillende soorten bruidsboeketten zijn, ga ik nu eventjes uit van een handgewonden biedermeierboeket. En die kan je dan eigenlijk ook weer maken met wat meer uitstekende materialen. Maar die ga ik vandaag op mijn manier aan jullie laten zien. Er zijn wel meerdere manieren, maar ik ga jullie vandaag laten zien hoe ik hem maak. En dan neem ik jullie stap voor stap in mee. Daarnaast moet je altijd rekening houden met als iemand gaat trouwen. Dat je geen materialen gebruikt die kunnen afgeven. Je wil natuurlijk niet dat het op een witte jurk terechtkomt. En ook hou je rekening met de soorten van de bloemen. Maar ik ga nu eerst gewoon beginnen met het maken van het bruiswerk. En ik neem jullie daarin mee. Allereerst maak ik even alle bloemen goed schoon. Ik heb de bloemen al voor me neergelegd. Ik heb mooie materialen uitgekozen. Dus ik zal zeggen, kijk eens erop. Ik heb de bloemen allemaal mooi voor me schoongemaakt en gesorteerd. Dat betekent dat al het bladmateriaal eraf is, dat de stelen helemaal schoon zijn. Wat belangrijk is bij het binden van een bruidsboeket is dat je de korenschorftechniek goed onder de knie hebt. Heb je dat nog niet, dan zal ik even adviseren om even terug te gaan naar een van de eerste video's. Daarin leg ik het stap voor stap uit. Ik zal het ook eventjes hierboven in het i'tje zetten. Dan kan je dat even oefenen. Het is echt wel iets wat je niet zomaar doet, een bruidsboeket maken. Je moet namelijk heel goed rekening houden met de vorm en je moet de korenschoftechniek goed onder de knie hebben om eigenlijk een mooi, mooie biedermeier te kunnen maken. En wat ik eigenlijk altijd doe, ik pak elke keer een bloem en ik zorg dat ik het boeket echt heel goed draai. Zodat je elke keer ziet dat hij aan alle kanten mooi is. Het lijkt vaak heel makkelijk, maar het is echt wel eventjes oefenen, oefenen, oefenen. Zorg dus goed dat je al weet hoe je een boeket moet binden. Goed. Waar ik ook altijd goed op let, is dat bepaalde bloemen mooier zijn in een bruidsboeket als ze iets verder open zijn. Vaak is dat met roos en zo. Dus die laat ik eigenlijk van tevoren al mooi openkomen. Het is namelijk niet zo mooi als een bloem helemaal nog in knop zit. Ik wil het namelijk op de dag van het bruiloft op het allermooist hebben. Hè? En dan bind ik hem korenschoof. En elke keer pak ik er een bloem bij en ik zorg dat het een mooi bolletje is. Je kan ervoor kiezen om de biedermeier helemaal strak te doen of om er af en toe een grasje of iets dergelijks bij uit te laten komen. En ik heb verschillende mooie fijne materiaaltjes in allemaal roze, lila en paars tinten. En vaak pak ik wat grotere bloemen en daartussen doe ik wat bijmateriaal zoals gipskruid, limonium. Daar kan je dan eigenlijk zelf voor kiezen wat je dan daarbij vindt passen. Ook let ik heel goed op de kleurverdeling. Dat alles mooi verdeeld is. Dat zowel de materialen als de kleuren goed verdeeld zijn in mijn bruidsboeket. Er zijn dus best wel veel dingen waar je op moet letten als je een bruidsboeket bindt. Daarnaast gaat er echt heel veel materiaal in een bruidsboeket. Daar kijk je gauw op. En ook moet een bloem, kijk zoals deze, die komen net niet mooi in de vorm. Dus die haal ik eraf. Je wil natuurlijk het bruidsboeket echt perfect hebben. Dus deze gebruik ik dan niet. Nou,
Nou, zoals je ziet heb ik nu een basis van het bolletje. En vanuit hieruit werk ik eigenlijk verder naar beneden. En als je tussendoor kan je hem ook nog iets bijstellen door af en toe de bloemen een beetje weer omhoog te houden. Hou wel rekening dat je niet op de bloemen gaat drukken en trekken. Want dan beschadig je natuurlijk de bloemen en dat wil je natuurlijk niet. Nou, zoals je ziet heb ik nu de anjes al mooi verdeeld. Straks aan deze kant doe ik er ook nog eentje. En ik leg alles heel strak compact tegen elkaar aan. Dan doe ik er af en toe ook een uitstekend blaadje of grasje ertussen. Maar je kan er ook voor kiezen om hem helemaal strak te maken. En ook hierbij let je dan goed op dat als je er een wat spruiterig grasje of blad eruit laat komen, dat je dat ook echt aan alle kanten doet. Want hij moet natuurlijk aan alle kanten echt perfect en mooi zijn. Nou, zoals je hier ziet, pak ik de bloemen hier bij elkaar. En dan zie je dat deze eigenlijk, dit knopje eigenlijk niet mooi tot zijn recht komt. Die haal ik er dan tussenuit. En hier moet je dus goed naar kijken dat je producten heel mooi tot zijn recht komen. Kijk, en nu is dat mooier en hou je dat bolletje er dan ook mooi in. En zoals je ziet blijf ik elke keer mijn boeket draaien. Op die manier hou je mooi rond en kan je ook goed zien dat hij rond blijft gaan. En ondanks dat ik van tevoren de bloemen heel goed heb schoongemaakt, zie je toch nog elke keer dat ik de bloemetjes afhaal. Want dat zie je eigenlijk echt pas bij het binden van het boeket. En je kan tussendoor niet het boeket neerleggen, want dan verliest het de vorm. Dus ja, je moet het eigenlijk of heel goed van tevoren doen. Maar toch zie je in het binden soms dat het net iets anders mooi uitkomt. Dus daar moet je wel rekening mee houden dat dat dan ook lukt. Kijk hoe prachtig mooi die al wordt. Heel mooi van vorm. En daarnaast is het ook leuk dat het af en toe wat speels uit is. Je kan hem ook helemaal rond maken zoals ik net ook al vertelde. Maar ik vind dat heel leuk. En vooral als dan een klein beetje waait als er dan een sierlijk grasje of iets dergelijks uitsteekt.
draai ik hem nog een keer rond. En dan zie ik eigenlijk dat er hier nog een gaatje is. Dus hier moet nog echt een bloem bij. Zo zie je, ik heb alle bloemen al opgewerkt. Maar nog heb ik niet helemaal genoeg materiaal. Zo zie je hoeveel materiaal er in een bruidsboeket gaat. Nou, zoals je ziet hebben we dan echt een prachtig bolletje. Nou ja, hier kun je natuurlijk mooi mee trouwen. En ik zal eventjes het binnenpunt laten zien die ik dan ook heb. Zoals je ziet is die heel mooi korenschop gebonden. Het is belangrijk dat je je hand dus heel hoog houdt, dus dat je je binnenpunt heel hoog houdt. En zoals je ziet loopt die hieronder mooi recht. Dan vind ik het altijd wel mooi om nog even iets af te werken en daarvoor kies ik nu voor asparagus. Dat maakt het mooi sierlijk en dan kijk je ook niet onderaan tegen de stelen op, mocht het boeket op de kop gehouden worden. Als je hem mooi rond hebt zoals nu zie je ook bijna geen stelen meer aan de onderkant. Maak het wel net eventjes sierlijk af. Kijk, prachtig mooi. Dan ga ik hem afbinden. Allereerst knip ik hem even op lengte. Dit is nog niet precies de lengte die ik ga houden. Maar wel dat ik hem even wat makkelijker kan afbinden. Ik pak hiervoor touw en ik hou het bindpunt ook hoog. Dus dat is wel even belangrijk. Dat je het bindpunt dan ook hoog houdt. Het bindpunt doe ik dus eigenlijk zo hoog mogelijk. En als het goed is, is jouw bruidsboeket dan heel stevig, want ze moeten de hele dag daarmee sjouwen. Er moet eigenlijk echt van alles mee gedaan kunnen worden. Heel hoog heb ik het bindpunt afgebonden. Dus het is belangrijk dat je bindpunt ook hoog houdt. Echt super mooi zo. Zou ik zo zelf mee kunnen trouwen. Maar nu steken je stelen natuurlijk nog wat wijder uit. Ik heb nog wat her en der wat blaadjes. Die moeten er allemaal tussenuit. En dan gaan we hem even afbinden met caoutchouc. Dat vind ik altijd mooi en strak lijken onder de onder het lint. En daarnaast geeft het dan de stelen ook niet af op het lint. Dus dat maakt het net wat mooier. Vaak doe ik dan eventjes nog een touwtje hier onderaan. Dan heb je hem al mooi strak en kan je hem makkelijk inbinden. Hier kan ik eigenlijk al van alles mee doen zonder dat wat gebeurt. Hij is super stevig in de hand. Ja, alles voelt ook lekker in de hand. Hij is echt mooi rond. En dat is dus een techniek wat je echt moet oefenen. Je kan ermee gooien, het kan weggegooid worden en opgevangen worden, mocht dat nodig zijn. Ik ga hem nu eerst eens voor een deel afbinden met caoutchouc. Dat doe ik tot de lengte dat ik het lint ook doe. En ik knip de bloemen even goed schuin aan. Zorg ook voor dat je geen doorntjes meer eraan hebt, dat het helemaal volledig eraf is. Ik wil namelijk niet dat de bruid zich prikt en dan met bloed in de jurk zit. En zorg dat het boeket mooi strak is afgeknipt. Normaal snij je natuurlijk bloemen schuin aan. Bij een bruidsboeket vind ik het altijd mooi dat het gewoon één rechte onderkant is.
Goed, ik ga het caoutchouc erbij pakken en hem op die manier afwerken. Ik begin bovenaan en caoutchouc trek je uit en dan wikkel je het en dan blijft het eigenlijk vastzitten. Je kan hem ook iets warm maken in het begin, dan blijft het ook altijd iets vast, dan smelt het iets. En ik trek het dus elke keer uit en dan bind ik. Trek het weer uit. Nou, en als je hem dan eigenlijk iets aanwrijft met iets warmere handen, dan blijft het eigenlijk zitten. En je kan ook een klein beetje met een aansteker erlangs. En zo weet ik hoe ver ik ongeveer de caoutchouc wil. Ik wil hem toch nog iets verder, dus ik doe nog even een klein randje erlangs. Als je caoutchouc iets breekt, kan je gewoon daarna weer verder gaan. Dat geeft niks. En nou kan je ook gelijk afvoelen of die lekker in je hand ligt. Als je nog stekels hebt, ga er even goed met je handen zo langs. Als het zeer doet, dan weet je dat de ruit zich ook zeer doet. Als ik takjes heb die niet zo mooi zijn, die knip ik af onder het punt. Hou er rekening mee, als je hem eerder maakt, kan je hem dan niet goed op water zetten. Maar eigenlijk maak ik altijd het bruidswerk op de dag zelf. En, ja, dus dan staat het eigenlijk nauwelijks nog op water. Dan ga ik hem afbinden met het lint. Ik kies nu voor roze lint, maar je kan ja, eigenlijk allerlei soorten lint gebruiken. Je kan ook jute touw gebruiken. Zorg dat je lint wel van mooie kwaliteit is, want dat ga je echt wel terugzien. En dan wikkel je hem er eigenlijk omheen. Ik doe altijd in het begin, ik leg het zo hoog mogelijk. Het tegenaan. Je mag geen caoutchouc meer zien. En hij moet helemaal mooi weggewerkt zijn. Dus ik doe hem één keer er helemaal omheen. En vanaf dan werk ik eigenlijk naar beneden. Ik trek elke keer de lint heel goed aan. Dat hij er mooi strak omheen zit. Dat het niet los kan laten. En ik ga dan net iets verder met het lint dan de caoutchouc. Knip ik het lint af, zodat je daarvoor goede scherpe schaar hebt. En wat ik dan doe, is dat ik het uiteinde terugsla. Dan krijg je nooit dat het lint gaat rafelen. En dat lijkt gewoon net wat netter als je hem wegwerkt. Dus je slaat het uiteinde terug. Dan leg je hem er weer tegenaan en daarin prik ik een speldje en die prik ik omhoog. Hou er rekening mee dat de bruid geen last heeft van het speldje, dus dat je hem niet zo erin steekt en dat hij de andere kant weer uitsteekt. En dat je toch nog een scherp puntje krijgt. En dat doe ik twee keer. En dan heb ik hem gelijk heel mooi afgewerkt. Kijk, prachtig mooi. Ja, en dan is het bruidsboeket eigenlijk klaar. En dan is dit denk ik de makkelijkste manier om een bruidsboeket te binden. Het is niet makkelijk. Het is echt oefenen, oefenen, oefenen. Het is echt een techniek wat je onder de knie moet hebben. Het is ook iets wat mij heel erg ligt, wat ik heel erg leuk vind om te doen. En wat ik natuurlijk ook al heel veel heb gedaan. Dus daardoor lijkt het misschien makkelijk om te doen, maar vergis je er niet in. Hou dus rekening mee dat er echt heel veel materiaal in gaat. En dat je de afwerking echt goed afwerkt. Omdat natuurlijk op zo'n dag mag het niet misgaan. Het moet gewoon helemaal netjes afgewerkt zijn. Er mogen geen bloemen afgeven. Er mogen geen steeltjes aan zitten. Dat het prikt. Ook als het bruidsboeket op de kop gehouden wordt. Dat je niet ergens tegenaan kijkt dat het er niet mooi uitziet. Maar dat het allemaal netjes is afgewerkt. En dat de vorm natuurlijk mooi in zit. Je moet er eigenlijk van alles mee kunnen doen zonder dat er wat mee gebeurt. En dat kan met dit bruidsboeket, want hij ligt heel stevig in de hand. Ik hoop dat jullie dit een hele leuke video vonden. Wil je nou graag zelf een bruidsboeket maken voor iemand? En ben je bepaalde materialen nodig? Mag je me altijd een mailtje sturen naar info@bykarlijn.nl. Ik zal het ook eventjes hier neerzetten. Of stuur eventjes via de mail of via de website een mailtje, een berichtje.
Of neem gewoon via mijn social media kanalen contact met mij op. Ik help je heel graag verder. Goed, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Wil je nou wat anders leren wat betreft het bruidswerk of wat anders? Laat eventjes hieronder weten of stuur me eventjes een berichtje. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dan zien we de volgende keer weer. Doei!